die ik deze nacht overleefd. Ja, jij ook. Ja, ik ben niet aangevallen door mensen dit keer. Ik werd een broek omhoog. Ik ook niet, maar ik heb wel echt intens gedroomd over Jill. Oké, vertel. Nu ben ik benieuwd. Ik weet niet. Ik moest echt alles voor haar doen. Zelfs de kippenbotjes afkluiven. Het was zo raar. En we gingen er shawarma eten of zo. En Maatjes vader was ook mee. Dus je bent Jill de slaaf nu. Ja, dat was ik. Ik moest echt alles schoonmaken. En er was een of ander tv-programma opgenomen. En toen liep ik naar huis vanaf Jill. En toen kwam er in één keer zo'n lijk zo omhoog drijven in de sloot. Oké. Het was heel raar. Ja, maar toen heb jij nog groot gehad vandaag. Ja, maar mijn manier heb ik opgehaald. Goedemorgen allemaal. Hallo allemaal. Het fijn dat je er bent. Nee, niet doen. Nee, nu is het klaar, die meme is een beetje over. Jongens, ik heb zonde. Het is zaterdag 7 april en het is Party YouTubers live event. Woehoe. Het is 7 uur en wij liggen allemaal lekker nog half te pitten. Maartje en ik hebben een kamer in een huisje en Leanne ligt de kamer verder. En onze grooms liggen allemaal weer kamers verder. Weet je wat ik heb gedroomd? Romy van der Linden ligt ook nog in de kamer verder. Dat mijn oplader kapot was. Ik moest echt huilen, man. En we hebben er super veel zin in. Ja! Ik ben nog zo dood. Wakker worden. We zijn op stal aangekomen en ik ben zo benieuwd hoe het met mijn kind gaat. Want gisteren was ze echt niet blij toen ze hier kwam. Oh schat! En toen at ze ook niet. En nu eet ze wel. Hi liefie. En toen wilde ze ook echt niet eten. En hier bij Moos. Kijk eens Moos. Moos! Maar gisteren wilde ze ook echt niet eten. Ze was echt zo, mijn maatje haalde hier uit. Ik had zo paard. Ik zal het je nooit weer aandoen. Maar nu ziet ze er wel blij uit. Hé schat. Gaan we even stappen. Wij zijn even stappen met de kinders. En Max is daar. Waar is Max? Max is gone! Daar is Max. En het is echt bijzonder, maar Max is verbazingwekkend chill. En Tess staat met de hals zo. Maar op zich zijn ze allebei wel lief hoor. Dus dat is het helemaal niet. Er zit een haartje voor de lens. Zo. Maar ze zijn allebei wel, wel lief, dus dat is wel fijn. En daar komt Jill ons aangelopen. Ik ben blij dat je hier bent. Blij dat je hier bent. Ja. Wow, meteen, wat heb jij nou weer? Wow. Dit, oh, mag ik je visitekaartje? Maar je Insta kan ik... Ik kan je Insta niet meer vinden. Hey. Nee, ja, dat is dus niet slim, hè? Nee, die bestaat niet meer. Zet. Zet, sorry. Nou ja, hier alsjeblieft. Dank je. Ik vond ik in één keer laag in mijn kamer. Zet. Dit ben ik gevonden. Het is echt bizar, wow. En dan hebben we allemaal demo's vandaag. We hebben crossles van Jordi Wilke. We hebben de hoogtesprong met Tess en Simon. Dus welk grootste YouTube-part komt het hoogste? En we worden nu keihard opgesloten volgens mij. Ja, nee. Zet hem. Dank u. Yes. En we hebben ook nog paardenvoetbal. Dus dan is het YouTubers tegen YouTubers. En dat is ook wel leuk. Maar ik heb geen idee hoe Tess het gaat doen met die bal. Tess, Romy, Romy, Romy. Hey. Hey. Ga maar kijken, dat mag wel. Tess die vindt de aandacht heel leuk. Oh, dit is fijn hè paard. Allemaal mensen die je knuffelen. Dit is fijn hè Tess. Ik ben aan het kijken. Oh, kijk hoe wit ik ben. Ja, het licht is sowieso
was geel. We hebben net al een aantal polo's verkocht. Echt super leuk. En foto's gemaakt. En we gaan nu naar de meet and greet. Hey, kom je naar de meet and greet? Ja. Heel goed. Wij lopen nu naar de meet and greet. En we hebben visitekaartjes mee. Hey, we hebben er zin in. I'm trying my best to hold on. It's not easy, but I'm feeling stronger. We hebben de sticks van Jordi gestolen. Days don't work out the way I thought they would. And before you, there was no one. Wat leuk! Nou, we hebben deze mooie tekeningen van Julia. Ik kan de shopping! We zijn erbij die toch nog een beetje spannend vinden. En niets ten koste van het trainen van de paarden natuurlijk. Ze moeten ook wel de kans krijgen om erbij te blijven. Want daar zijn ze echt een paar in zitten. Dat is wel zo'n kleine stof zijn. En ook leuk hoe iedereen meedoet. Ja, goed zo, ja. Echt ja, allemaal goed met elkaar bezig. Echte collega's. De top van de paarden-YouTubers gaat hier binnen. Het is ongelooflijk natuurlijk wat hier allemaal rondloopt op het paarden-YouTubers-event. Het is fantastisch. En we zijn een beetje in de padstelling. We staan te wachten wie gaat nu weer stap zetten. We hebben nog 4,5 minuut. Nog 4,5 minuut waarbij de rol zich toch echt wel nu in moet gaan grijpen. Maartje versus Nico is de rest. Ik ben elkaar, dat zie ik. Nou, dat wordt toch wel heel erg moeilijk, denk ik. Ik ben, ja, en dat, dat is. Maakt niet uit, het is voor de fun. Het is voor de fun, het is lastig. Maar wat je wel ziet, is dat een heleboel paarden ook niet wat spannend vinden, toch overwinningen behalen op zo'n dag. En dat is toch wel heel bijzonder. Dat je ziet dat ze in het begin spannend vinden, maar toch wat overwinningen behalen. Je zag ook wel Contessa binnenkwam, hè? Contessa die stond een stuitrondje binnen, maar nu loopt ze rustig. Vijf, vier, drie, twee, één en stop! We hebben twee helften gehad. Net paardenvoetbal gehad, ging super goed. Alleen met Nick ging het iets minder. Maar op het einde van het contest probeerde het wel heel goed en zo. Ik heb besloten niet mee te gaan doen met het cross. Aangezien ik het gewoon goed wil afsluiten. En ik ga dus morgen crossen in plaats van vandaag. Dus het is... Vandaag alleen de voetbal. Oh, wat een wind. Oh god. Vandaag alleen de voetbal en morgen alleen de cross. Dus zo gaat het zijn. Dus ik ga nou gewoon niet meer rijden. Ik laat Max lekker in de stal staan. En, maar het ging echt heel goed. Op het eind hadden we wel een beetje een snoekduik, want toen ging de deur open. En toen dacht Max, ja doei. Dus hij rende in één keer weg. Dus dat was iets minder. Maar het ging heel goed. Dus even. Okay, wacht. Ik heb we moesten even een handtekening zetten op onze polo. Wauw. Net had ik mijn voetbal en dat was echt mijn dood. Tess was zo gek. Het was echt best wel grappig, maar ook wel weer zielig. Maar uiteindelijk is het heel goed. En deze zo lief de best om die bal toch aan te raken. En ja, we hebben een half uur in die bak gezeten. Dus na een half uur was ze zo goed als rustig. Dus nou ja, dat is top. Ik ben er nu aan het opzalen voor... en er staat iemand Tess te aaien. Dat vindt ze heerlijk. Ik ben er nu aan het opzalen, want we hebben zo springen. Tegen kampioen. Wie het hoogste komt. Dus als Simon verliest van een meisje met een dressuurpaard, dan is hij echt zwaar de lul. Ik heb net een spring challenge gedaan met Simon en what the fuck, dit test dat goed hè. Ze deed zo braaf, ze was wel gespannen, maar ze sprong echt super super goed. We zijn tot ongeveer 1,20 gekomen, ik weet niet exact, maar ja, dat is natuurlijk al super hoog. En ja, het was gelijk spel, Simon en ik zijn gelijk geëindigd. En nu hebben we crossles van Jordi,
Dus dat is wel heel leuk en Tess wil even beeld stellen. Dus nou, veel plezier met... Iets meer vooruit kijken nog. Juist. En hand ontspannen. Keurig. Juist, Nienke, dit is mooi. Iets stelling houden, dat die recht blijft. En ontspan je hand. Juist. Blijf niet te veel hard, wil wel. En ontspannen, Nienke. Juist. En weer zitten. Nienke, nog één keer. Denk aan je ritme. En ontspan. Juist, heel goed. En wacht. Goed zo. Juist, en weer zitten en iets op. Arena zit hier. Is dit tempo heel mooi. Buiten rijden we uiteraard met een wat hoger tempo. En ontspan. Heel goed. Keurig. Ik zie het. Een mooi rondje. Ja, een beetje verlicht zitten. We zijn aan het event, hè? Ja. Controlepunt nemen. Iets remmen. Goed zo. Rondgalopperen. In de verlichte zitten. En dan kom je vanuit de hoek naar deze haak. Ga je zitten, je controlepunt maken. En ontspannen. Braaf. Zit even in de goede galop. Goede galop. Gewoon doorgalopperen, anders roep ik wel. En dan gaan we naar dat haagje. En dan na dat haagje rechtsaf. Kijken. Zorg dat je genoeg controle hebt, anders red je de wending nooit. Oeh, remmen, remmen, remmen. Kijk je wending door, kijk je wending door. Nou, netjes gereden. Val me niet tegen voor een groot paard. Goed gedaan. Goed zo. Juist, kijk waar je heen gaat, hè. Goed gereden. Goeie galop. Ja. Goeie galop. Oeh, bijna. Hij is nou bijna 5 meter lang. Proberen we zoiets aan elkaar te rijden. Want als je zo lang is, wordt het natuurlijk nog heel moeilijk. Dus ook hier hebben we een stukje dressuur waar je gewoon mee bezig moet blijven. Dat is toch de basis. Kijken. Hij is zo graag. Doe nog steeds naar die, hè? Oh. Heb een stuk raar. Kijk waar je heen gaat. Ga jij crossen? Ja? Deze, hè? Goed zo. Nou, mijn spuitjeslijfvind is afgelopen en we gaan nu richting de stallen. Want we gaan nog heel eventjes koetsen afspuiten en de paasje eten geven. En ja, misschien even napraten of zo, ik weet niet. Maar de eerste dag was in ieder geval heel leuk. En morgen ga ik dus ook meedoen met de cross. Dus echt, helemaal zin in. Dus morgen weer een dag. En we hopen dat het ook gewoon super verloopt zoals vandaag. Wij zijn terug bij het huisje. Ja. En we zijn iets eerder weggereden, Stress komt nu. En ik wil nog even vertellen over vandaag. Ten eerste ben ik zwaar overprikkeld. Ik
zoveel hoofdpijn, zo moe. Ik zie echt op tegen morgen. Stom is dat. Ja. Maar Tess heeft het goed gedaan. Ja, Tess heeft het heel goed gedaan. Wat ik wel nog even wil zeggen is... zij heeft bij het opzalen van de crossthema heeft ze op haar lip gebeten. Dus had ze een wondje. En kijk, daar zijn ze. En dat ging bloeden. En doordat ze ging schuimen, ging het nog meer bloeden. Dus tijdens die crossthema schaamde ik me zo erg, jongens. Ik had helemaal geen plezier en ik wilde echt die bak uit. Omdat ik echt dacht, oh mensen, ik heb er in de bek getrokken ofzo. Maar... Hoi! Hi Leanne. Maar het was echt niet zo. Ik wil het de wereld uitbrengen. Het was echt een mondje op haar lip. Dus dat vind ik echt heel kut. Maar verder heeft Tess het heel erg goed gedaan. Het is. Ja. Ik was heel braaf. Ik heb heel hard mijn best gedaan. Super goed. Ik was zo hoog gesprongen. In het begin vond het heel spannend. En vooral met de voetbal. Toen deed ze wel even spastisch. Maar daar moet je gewoon doorheen. Morgen ga ik ook niet meedoen met de voetbal. Want Tess is helemaal munt. Ze staat echt zo in de stal. Maar volgens mij wil Maartje nu de aandacht. Ik doe even verslag, want hoezo kwam jij met een goudvis aan? Nou, het zijn we nu ook iemand een huisje cadeau geven. En toen ging hij voor mij. Oh, ja, ik snap hem. Simon, doe even verslag. Ik heb twee vragen voor u. Twee vragen. Waarom zit jij als enigste jongen bij 7 meisjes in huis? En hoezo koop jij een grote vis voor Romy? Nee, leuk dat je er bent. Nou kijk. Voor een potje gewoon een jongen. Lekker goedkoop. En twee. Kan ik daar voor iets daarin, jongens? Het is gewoon een huisje. Ja, cool. Dat was op mijn tijd. Ik snap het niet. Balkanker is het. Maar... Ik snap het niet. Dat ding is een balkanker. Prachtig. Leanne gaat me verleggen. Luistermoeder toch? Als ik die video nog niet heb gezien, staat hier een tietje. Ja, daar hebben we die allemaal. Tel gewoon hoeveel fietsjes je hebt. Zo doen we het dan. Oh, niet in de zin. Kijk, Leanne vlogt. Oh, dit is echt, het zit zo relaxed. Zit het lekker? Ja, het gaat heel lekker. Het zit echt met jij ook. Thanks! Het is het volgende slachtoffer. Leanne, echt, niemand. Jij mag geen kapper worden. Nee, dit is zo hard. Het deed bij mij ook echt heel hard. Leanne, wat doe je? Haar is gewoon in de klit. Hoezo? Hoezo? Ja, je weet het hoor. We hebben pizza besteld. Ja, die discussie hebben ze wel meegekregen. Maak je klaar, want dit is mijn eten! Onze meid van 14 gaat los! Zo, ik ga gewoon het raam van hier. Nee, de gang is aan het tandenpoetsen. Ik heb een beetje energie. Dit is echt rebels. Hé, hey, maar die yoghurtdingen zijn wel een top idee. Ja, echt. Oh, mijn enkel. Ik heb jullie nog iets helemaal niet verteld. Het is echt heel zielig. Ik wil hem wel. Ik wil eigenlijk mijn bril. Deze mensen allemaal zijn geen echte vrienden. En weet je waarom? Weet je waarom? Ik moest huilen en ze gingen lachen. Het was echt heel erg. Leanne sprong me maar uit, duwde, gaf me een duw in mijn rug. Die wilde mij op de hakken pakken. Dus ik flikkerde vol voorover tegen een maatje aan, op de grond. Maar ik ging door mijn enkel. En het ging zoveel pijn dat ik niet meer wist of ik nou moest lachen of moest huilen. Eigenlijk had ik heel veel pijn, dus wilde ik huilen. Maar omdat hun allemaal keihard begonnen te lachen, moest ik daarvan lachen. Zij was rustig tanden poetsen. Ja, allemaal tanden poetsen, ja. En sorry, Romeus, je bent en toen lag ik echt, ik weet niet hoe lang, op de grond. En dacht, staan, ga nu staan, kun je lopen. Die flikker op. Ja, echt pijn. En toen heb ik mijn bril afgedaan, want ik moest echt huilen. Toen ging ik allemaal lachen. En nu is de stroom uitgevallen. Zeg maar, ik heb nog nooit iemand gezien die zo zielig zijn tanden aan het poetsen. Nu is de stroom uitgevallen. Ja. En dus half is nog, dus we hebben een beetje paniek. Alleen deze lamp doet het nog. Ik ben echt heel stoer met die tatoeages zo.
Een mochel. Een bloedvlees. Oh ja, we moeten een bloedvlees. Gadverdamme. Het schiet op, hij is aan het recorden. Wie? Ja, oh. Je wilt vannacht teruglezen. Luisteren. Ja. Dit is jouw camera hoor, dus ik zal hem opschieten. Allemaal stagjes. Er was eens een meisje en die vond het heel erg eng om alleen thuis te zijn. Oh, er was deze meisjes in je inbox kunnen lopen. Al haar vriendinnetjes lachten haar uit. En toen haar ouders een avondje weggingen, besloot ze om toch maar een keertje alleen proberen te zijn. Zodra haar ouders weg waren, sprinten ze naar boven, moesten ze razendsnel haar tanden. Het meisje had een hondje, zo'n schoothondje, echt mega klein. Hij was haar maagje al wassenbang. Het hondje bleef bij haar. Ze had hem een soort van trucje geleerd. Als ze haar hand uitstak, likte hij haar aan. Zoals zij. Het gaf een beetje een fijne gevoel. Net zoals duimzuigen. Net zoals voor kleine kinderen en zo. Dus. Nou, Simon. Jongens, luister. Je moet gewoon stil zijn. Dus toen ze in haar bed ging liggen, stak ze haar hand uit. Het hondje likte aan haar hand. Ze trok haar dekbed over zich heen en draaide zich om. En toen begon het. Drup, drup, drup. Goeie sound effects. Het klonk als een kraan die likte.